Welkom in het Herderte Huis, het museum van de Broedergemeente hier in Zeist. We hebben nu een mooie tentoonstelling over kerststallen. Dat is ook voor ons iets heel bijzonders en iets heel moois. En we willen dat graag met zoveel mensen mogelijk delen. De geschiedenis van de kerststal dat dateert zo'n beetje 1000 jaar na de geboorte van Jezus. Er was een Italiaanse heilige, Franciscus van Assisi. En die hield veel van dieren, is een dierenvriend. En hij wilde heel graag de os en de ezel bij het kerstgebeuren betrekken. Hij vroeg ook toestemming daarvoor aan de paus, die heeft hij gekregen. En eigenlijk is daar in Greccio, in de grot, het Italiaanse dorp Greccio, heeft hij de eerste stal met levende haven opgesteld. En daar is het eigenlijk begonnen. De kerststal werd op enig moment verboden in de kerk, omdat het toch, ze wilden toch meer soberheid en niet dat protserige. Dus op dat moment is eigenlijk bepaald dat dat niet meer in de kerk mocht plaatsvinden. En vanaf dat moment gingen mensen ook vooral thuis kleine stalletjes opstellen. Dat is eigenlijk het begin van de kerststallencultuur thuis. Er zijn werkelijk stallen in allerlei soorten en maten. We hebben verschillende kleuren, we hebben verschillende vormen en materialen. We hebben veel aardewerk uit Peru. We hebben grote houten beelden. We hebben stallen ook minimalistische, moderne stallen. Bijvoorbeeld een mooie stal van Floris Hovers. We hebben hele kleine stalletjes die zelfs in een luciferdoosje passen. We hebben stallen antroposofische signatuur en uiterlijk hebben met de mooie ronde vormen van Margarethe Oostheimer bijvoorbeeld. We hebben ook een hele mooie stal uit Kirgizië, een nomadische stal van Vild. En het is mooi dat daar is de stal dus een joert. En in de joert kunnen ook alle figuren van de stal weer terug worden gestopt. En is kleurrijk en echt een bijzondere stal. Er was een weeshuis hier, een kostschool van de Broedergemeente. En om die kersttijd mooi te maken hoorde ook een kerststal bij. En die werd ook altijd heel mooi geïntroduceerd voor die kinderen. Dat het eerst met een laken werd afgedekt. En dan rond de tijd van de voorbereiding van kerst werd dan in een soort ritueeltje eigenlijk deze kerststal onthuld. En dat was altijd een heel interessant en spannend gebeuren voor de kinderen. En ik hoor dan vaak nog van kinderen die daar waren en die dan hier op bezoek komen. Dat is een punt waaraan ze zich heel graag herinneren. Ik kreeg voor mijn eindexamen van mijn ouders een weekje vakantie in Corsica. En mijn moeder en ik gingen samen daar naartoe. In de Renault 4 hebben we daar met dat mooie pookje hebben we rondgereden door de bergen. En in Bastia hebben wij daar allebei onze eigen kerststal gekocht. Dus dat was het begin en we zijn allebei verder gaan verzamelen. En nou ja, dat is natuurlijk een uit de hand gelopen hobby geworden. Inmiddels meer dan 100 stallen. En na het overlijden van mijn moeder kreeg ik ook haar stallen, zo'n 15 jaar geleden. Dus ja, toen had ik er wel echt heel veel. In 2024 bracht Marieke Corstanje uit Zeist een kerststal mee naar Kunst en Kitsch. En die is daar uitgebreid ook gefilmd en op tv getoond. En de waarde van die stal was uiteindelijk €1200, terwijl ze hem voor €30 had gekocht. Dus dat geeft wel aan dat het soms ook heel handig is om te kijken of er mooie stallen bij de kringloop te koop zijn. Ik vind zelf heel interessant hoe kerststallen ook in verschillende culturen ook ingebed zijn. En ook de kenmerken ook van verschillende culturen hebben. En ik ga daarbij ook een beetje op zoek naar kerststallen uit landen waar ook de Broedergemeente aanwezig is. Dus dat is nog mijn eigen zoektocht. Mijn lievelingsstal is Eritrea, omdat het een stal is die zo eenvoudig is en gemaakt van materialen van wat daar voorhanden was. Als ik die doos open doe, dan ruik ik meteen de lucht van ongewassen schapenwol. En ik zie die figuren, die zijn allemaal zo
echt zo eenvoudig gemaakt van stukjes hout en van wat ze daar hadden. En de geschenken van de koningen zijn gemaakt van kleine snoeppapiertjes die om een soort van trommeltjes zijn gevouwen. Dus het is een hele eenvoudige, mooie stal. De oudste stal die we hier hebben is zo gedateerd rond 1800. Het is een paneeltje van een Italiaanse, een Siciliaanse huwelijkskar. In die tijd werden die karren, het waren eigenlijk kleine karretjes, werden beschilderd door kunstenaars en vaak ook met religieuze motieven. En zo zien we hier ook Maria, Jozef en Jezus afgebeeld. Die tentoonstelling is geopend tot en met 12 januari, de week na Drie Koningen. En u bent van harte welkom om hier te komen. En we hebben ook voor de kinderen een speciale kleurplaat ontwikkeld die ze in kunnen kleuren hier aan het tafeltje in de expositie.